Wie wil er nou geen sneltoetsen gebruiken? Efficiënt werken, tijd besparen? Volgens mij iedereen, dus vertel. Ja, control, punt of command punt. Als je die gebruikt, dan heb je in één keer al je sneltoetsen in Teams te zien. Oké, control punt. Ja, dat is in Windows. Ja. En in Mac hebben we het command punt. En dan zie je al je sneltoetsen die je direct beschikbaar hebt voor je. Want je hebt veel sneltoetsen binnen Microsoft Teams. Bijna alles kun je met sneltoetsen doen, inderdaad. En zoals wat? Wat voor dingen? In een vergadering bijvoorbeeld, dat je je mute, dat je de vergadering uitgaat met de shortcut, dus met de sneltoets. En alle shortcuts of snelkoppelingen, die zijn dus, of toetsencombinaties, die zijn dus ook te, zowel voor Mac als voor Windows. Dus dat maakt het echt super makkelijk. Ik heb er een demo van gemaakt, dus daar kunnen we even naar kijken. Ja. Ik zit hier in de browser op Mac en hier kun je dus ook de sneltoetsen zien. Je klikt op je initialen of foto en vervolgens kun je hier naar sneltoetsen gaan. En hier kun je dus heel snel zien, je kan zelfs dus met command punt de sneltoetsen allemaal in één keer zien. In één overzicht, wat ontzettend makkelijk is. Nou, dit is de Mac variant, hè? Dus super makkelijk. Maar laten we ook even naar de Windows variant gaan, want die heb ik ook klaarstaan voor je. Zoep. Dan ga ik hierboven naar het icoon. Sowieso zie je al dat hier wat de wijzigingen in zijn gedaan. Dat komt omdat ik public preview aan heb staan. Maar hier heb je de keyboard shortcuts, oftewel sneltoetsen. En kan ik hetzelfde doen. Alleen dan zie je dat de command is een control geworden. Dus met control punt kan ik direct schakelen. En zo kun je dus ontzettend snel schakelen tussen alle mogelijkheden. Dus eigenlijk control punt is de belangrijkste voor je op dit moment in de gaten te houden. Om in ieder geval te leren werken met die sneltoetsen. Ik zal hem ook nog even een keer proberen. Nou, control punt, die laat dus inderdaad meteen de sneltoetsen zien. En belangrijke daarin is control shift M, dat is mute. Maar, en ik zie dat hij hierin net nog even iets anders doet. Maar ook control F, control shift F, als ik in een channel sta. Dan kan ik hier direct gaan filteren op een kanaal. Het is trouwens Ctrl F. Dan kan ik zoeken in dit kanaal. Dus ik kan direct zien van, hey, ik zoek hier een demo. Nou, zit er een demo in dit kanaal? Ja, daar zit een demo in. En ik kan daar ook direct naar terugspringen. Dus deze manier is ontzettend makkelijk om snel je sneltoetsen te hebben. Ctrl punt voor de Windows PC. Command punt voor de Mac. En dan krijg je dus direct de sneltoetsen te zien. Ja, de demo liet je dus zien hoe je voortaan sneltoetsen kan gebruiken in plaats van op de knopjes te drukken. Kan handig zijn als je lekker snel wil werken, efficiënt werken. Ja, laat het weten. Gebruik je al? Wist je überhaupt niet of dat je sneltoetsen binnen Microsoft Teams kon gebruiken? Ja, en gebruik je? En volgens mij kun je heel eenvoudig daar een screenprint van maken, of printscreen. En die print je uit en dan kun je hem eventueel voor je leggen nog. Dus dan hoef je niet ergens nog te downloaden of zo. Dat is gewoon super makkelijk. Ja. Maar ja, eigenlijk de toetsencombinatie command punt of control punt, ja, dat is eigenlijk de gouden regel. Dan heb je het gewoon in één keer. Hoef je niet eens iets uit te draaien weer naast je PC neer te leggen. Oké, nou, laat het weten in de comment wat je ervan vindt. En vond je deze video nou tof? Duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube kanaal.